Je echtgenoot is werkelijk buitengewoon. Echt waar? Waarom? Als je mijn vrouw was, zou ik je geen moment uit het oog verliezen. Ik zou je zeker niet laten musiceren met een andere man. Wat? Ik weet niet of ik nu gevleid moet zijn of beledigd. Voel je gevleid? Ik bedoel, samen musiceren is heel intiem. Of vind jij van niet? Woon je in de buurt? Nee, maar ik ben hier opgegroeid. Vandaar dat je mijn man... Ja, oude klasgenoten. Ja. Heeft hij ons nu al alleen gelaten? Je vormt duidelijk geen enkele bedreiging. Ik weet niet of ik nu beledigd moet zijn of... Hij haalt nog even een muziekstandaard. Ben jij getrouwd? Helaas niet. Wie weet, ooit. Ik hoop het. Niet dat je als man getrouwd moet zijn, tegenwoordig, om jezelf te vermaken. Speel je professioneel? Ja. Ben je goed? Ja, ik ben heel goed. Dan hoop ik dat mijn man je ook goed betaalt om met mij te spelen. De meeste collega's dromen van een klusje als dit. Als muzikus mag je al blij zijn als je het bijstandsniveau haalt. Maar ik ben een uitzondering, dus ik doe het uit liefde. Ik ben niet erg goed. Daar ben je wel. Nee, echt niet. Je bent vast uitstekend. Ik ben vrijmatig. Wat mijn man je ook verteld heeft over mijn spel, het was mijn man die het zei. Ah, hij is niet alleen blind van liefde, maar ook doof voor je gekras. Hij is niet erg muzikaal, nee. Speelt hij niet? Nou, misschien ooit als kind, maar... Niet nu? Nee. Dus heb je niemand om mee te spelen? Ik heb ook geen tijd gehad. De kinderen, het huis. Maar sinds ik weer speel, voelt het alsof ik mezelf weer gevonden heb. Begrijp je? Alsof ik er weer ben. Ach, wat een onzin eigenlijk. Wij gaan samen spelen en jij voelt je weer jezelf. Zo doen we het. Dat is heel erg aardig van je. Graag gedaan. Huh? Huh? Ik moet bekennen dat toen jouw man zei... Kom naar mijn huis, je moet duetten spelen met mevrouw. Dat de moed me toen wel een beetje in de schoenen zonk. Oh. Ik had niet gedacht dat je zo... Wat? Bij dit soort snabbels is de vrouw meestal ietsje dikker, begrijp je? Ja, dus zoek de echtgenoot een bezigheid voor haar, terwijl hij... Nou ja, je begrijpt ook. Wat bedoelde jij precies met intiem? Toen je zei dat muziek soms... Nou, ik geloof niet dat wij muziek echt begrijpen. Het effect dat het op ons heeft, wat het met ons doet. Wat doet het dan? Ik bedoel, de manier waarop het ons beroert, ons in een andere staat brengt. Wanneer je met iemand muziek maakt, versmelt je toch een beetje met die ander, in zekere zin. Er komt een energie vrij die heel fysiek is. In verkeerde handen is het riskant. Het kan makkelijk uit de hand lopen. Jij plaagt me. Nee, ik flirt. Oh, ho, ho. Is dat het? Zeg stop en ik stop. Wat gaan wij spelen samen? De man wikt, de vrouw beschikt. Ik dacht aan de Kreutzersonate van Beethoven. Hemel. Wat? Dat eerste deel. Is het te moeilijk, denk je? Ik heb geoefend. Niet genoeg, natuurlijk. Ik moet nog... Het is zeker niet te moeilijk, maar ik ken bijna geen stuk dat zo... Nou ja, als je het over intiem hebt, dan is dit naakt onder de lakens. Naakt. Een zeer geleerde vriend vertelde me ooit dat van sommige passages uit de Kreutzer mensen zo opgewonden worden dat ze buiten zichzelf geraken. En dan met name het eerste deel. Mijn hemel, ik heb medelijden met die arme toehoorder die straks al luisterend door onvermoede passies wordt overspoeld. Opstaat en wat als we een orgie veroorzaken? Ik bedoel, wat er niet allemaal... Er zal niemand zijn om naar ons te luisteren. Slechts wij tweeën. Nog erger. Al die hartstocht en niemand die het ziet. Misschien is het beter om dit niet met jou te spelen.
de kreutzer spelen met mij, dan word je onherroepelijke ondergang. Nou, ik heb je in ieder geval laten lachen. Ja. Oh, daar is mijn man. Het is besloten, liefje. We doen Beethoven. We spelen de kreutzer.
Thank you.
Ik heb het je gezegd. Ik heb meteen gezegd dat ik niet erg goed ben. Daar ben ik het niet mee eens. En mijn man wil dat ik dit als concert speel. Gewoon een avondje met wat vrienden. Het is te moeilijk. Ik kan het niet. Er is nog niks besloten. Er hangen nog geen affiches. Nee, oké. Hoewel ik eerlijk gezegd vind dat we dit zouden moeten spelen. Je bent meer dan goed genoeg hoe jij dit speelt. Met een oprecht gevoel. Ik wil geen gevoel. Ik wil techniek. Techniek kan je leren. Er is te weinig tijd. Ik zou van nu af aan elke dag moeten oefenen. En dan eigenlijk de godganse dag door. Dan doen we dat. Ik kom elke dag, de godganse dag, tot zondag. Ja? Ja, alsjeblieft. Uw wens is mijn bevel. Oké, vanaf maat 16 en nu op techniek. Is hij er nog? Ik weet niet. Altijd aan het rondscharrelen. Je mag nu in ieder geval je eigen partituur omslaan. Hij denkt dat hij heel goed noten kan lezen. Ja, ik zag het. Hij was steeds te laat. Alsof er onderaan elke bladzijde een maat rust stond. Speel iets. Wat? Iets arpeggio's. Wat? Langzaam. Als hij langs de deur loopt, dan moet hij muziek horen. Zoiets? Ja, goed. Dat is goed. Nu kunnen we verder praten. Mag ik, nu we het toch over techniek hebben, een kleine suggestie doen? Natuurlijk. Ik denk dat jij je makkelijker kunt ontspannen tijdens het spelen als je je hand iets meer... Mag ik je hand even? Iets meer zo houdt. Voel je? Wat als die nu de deur opent? Ik corrigeer je techniek. Dus zo, ja. En de vingers meer precies. Voel je? Ja. En dan je arm helemaal tot hier. Dat voelt toch beter? Betaalt mijn man jou om mij te verleiden? Hoe kom je daar nou bij? Jij probeert mij te verleiden. Ik vraag me af of mijn man jou dat gevraagd heeft. Of hij jou betaalt om mij te testen, als het ware. Of ik hem trouw. Denk jij dat echt? Weet je, wij hebben de vreselijkste ruzies. Ooit vermoorden we elkaar nog eens. Hij is zo jaloers. Sorry dat ik het zeg, maar als je mijn vrouw was, dan zou ik dat ook. Je hebt mijn vraag nog niet beantwoord. Ik ben muzikus, geen acteur. Hij heeft me alleen aangemoedigd om... Het was zijn idee om met je te spelen. Om met mij te spelen? Om muziek met je te spelen. Ja, om me te kunnen betrappen. Hoe jij gisteren, toen hij de deur uitliep, hoe jij toen... Geestig, dat je dat is opgevallen. Hij heeft mij niet betaald of gevraagd om jou. Ik zweer het. Misschien heel gek, maar ik had niet het idee dat ik jou verleidde. Oh nee? Meer dat jij mij verleidde. Ik ben een respectabele vrouw. Die jurk die je draagt. Ja, en? Heb je die expres aangedaan omdat je wist dat ik zou komen? Al mijn jurken staan mij goed. Ja. Ja, maar deze zorgt er precies voor dat al je vrouwelijkheden er perfect in uitkomen. Hoe de stof spant om je heupen. De vorm van je borsten accentueert. Hoe de kleur je huid laat glanzen. Je ziet er werkelijk uit om... Je kan zien wanneer een vrouw haar mooiste jurk draagt. Dressed to kill. Vanwaar die diepe frons? Ik vind dat jij de vrouwelijke slagkracht iets wat overdrijft. Alle modebladen staan vol munitie waarmee jullie het slagveld kunnen betreden. Overweldigend. En wij, arme mannen, wij dienen als kanonnenvoer. Terwijl jullie quasi onschuldig zeggen, wat, dit oude vod? Nee, dat hing nog ergens achter in een kast. Ondertussen weet je precies wat je aan het doen bent. Een vrouw in battle dress is een dodelijk object. Object? Pin me nou niet vast op één woord. Een dodelijk schepsel. Bevat dat beter? Ach, nu klink je net als mijn man. Au. Denk jij echt dat vrouwen dat doen? Dat wij zo zijn? Bewijs me ongelijk. Ik heb je beledigd. Nee, ik ben geïrriteerd.
Misschien moeten wij niet praten. Het zou makkelijker zijn als je man niet de hele tijd op de gang rondhangt. Weet je, ik kreeg gisteren sterk het idee dat als hij er niet geweest was... Je had gelijk, wat dat eerste deel betreft. Ja? Het zorgt ervoor dat je vreselijk perverse dingen wil doen. Misschien. Zal ik jou vertellen wat ik zou willen doen? Doen? Doen. Ja. Door jou. Met jou. Heeft het betrekking op iets muzikaals of iets? Het heeft betrekking op jou en mij en het deksel van de vleugel. Morgenmiddag heeft u een vergadering, is die uren weg. De kinderen doen 's middags een dutje en daarna neemt het meisje ze mee naar het park. En wat doen wij? Wij zullen oefenen. Thank you.
Geef me één reden waarom ik op zou staan. Ik geef je er 1000. En 1 om te blijven liggen. Kan het meisje ons niet iets te eten brengen? Ik wil het personeel hier niet in betrekken. Ik bedoelde je dochter. Oh, ik ben geschokt. Je bent geestig als je geschokt bent. Ik vind het fijnste in de middag. Het is avond. Ja, maar we zijn 's middags begonnen, toch? 'S Avonds is het een hulpmiddel om in slaap te vallen. Althans, voor mannen. Of je neemt een slaappil, of je neemt je vrouw. 'S Ochtends is het heerlijk als je de rest van de dag niets te doen hebt. Maar wanneer komt dat nog voor? Maar 's middags. Je kunt al zoveel alibis verzinnen. Middagen laten zich makkelijk inplannen. Middagen zijn gemaakt voor minnaars. Niet voor echtgenoten. Dat is grappig. Wat? Ik heb eerlijk gezegd al in geen uren aan hem gedacht. Denk je dat hij iets vermoedt? Nu? Nee. Ik heb hem gezegd dat wij elkaar na het concert niet meer zouden zien. Aha. Wat? Nou, dat verklaart zijn nogal definitieve handdruk die avond, realiseer ik me nu. Ik zei hem dat jij je ver beneden mijn stand bevindt. Nou, qua stand heb ik me vanmiddag inderdaad geregeld onder jou bevonden, ja. Oh, hij is ook zo goedgelovig, ondanks de jaloezie, zo stom. Zo'n eikel. Nadat we getrouwd waren, liet hij me zijn dagboeken zien. Je gelooft het niet. Gênante details over alle vrouwen waar hij het mee gedaan had. Hij zei dat hij wilde dat ik de waarheid wist, maar eerlijk gezegd denk ik dat hij gewoon mijn gezicht wilde zien. De kick die hij kreeg toen hij... Was je geschokt? Ja, natuurlijk was ik geschokt. Ik was nog zo jong. Meteen daarna was ik geschokt van het feit dat ik zo geschokt was. Dus bezwoer ik mezelf me niet meer op de kast te laten jagen en me nooit meer zo te laten raken. Ik deed alles wat hij vroeg. En ik leerde snel. Ik dacht, er komt een dag waarop ik je mijn dagboeken laat zien. Dan zullen we zien wie er echt geschokt is. Nu zal hij zeker geschokt zijn. Nu nog meer dan eerst. Wat is er? Bedoel jij dat ik niet de eerste ben? Ah, liefje. Wat? Oh, dacht je dat echt? Ik ben niet je eerste minnaar. Oh nee, niet opstaan. Maar ik dacht dat... Oh. Ik dacht dat door de muziek dat wij... Ik bedoel, ik dacht dat het iets uitzonderlijks was. Dat normaal gesproken jij dit niet, nee. Maar dat ons samenspel op de een of andere manier... Ja, natuurlijk. Ik bedoel, ik dacht dat jij... Jij dacht dat ik trouw was. En nog puur was. Ik ben bang van niet, liefje. Ja, ik accepteer de consequenties, maar ik ben een monster. Weet je dat jij er belachelijk uitziet nu je daar zo naakt staat? Wat? Nee? Ik ben nogal... Nee, niet doen. Nu niet raar doen. Gekkie. Kom. Kus me. Lieverd. Als je niet de eerste bent, dan kun je in ieder geval de beste zijn. Jij bent de beste. Mijn man was een bruut in bed en die anderen die waren... Als ik alle anderen kon uitwissen en bij jou beginnen... Nou, kom terug in bed. Ik ben toch ook niet jouw eerste? Nee. Nou dan. De meeste mannen betalen voor hun eerste keer, toch? Heb jij wel eens iemand betaald? Een of ander sneu type, ja. Vertel me alles. Wil je dat echt? Ja. En ik denk dat ik mijn hand hier leg, terwijl jij vertelt. Ga door. Oké. Mijn nichtje. Je nichtje? Ja, die was ouder en die had het geregeld. Hoe oud was jij? 16. Zo, dus je was er klaar voor. Ik was er meer dan klaar voor. Tot dan toe had je het zelf gedaan.
Met jezelf. Alleen. Ja. Harde, vieze lakens en na afloop bidden en de volgende dag straf. Lieve God, verlos me van mijn gore zelf. Of ben ik al reddeloos verloren, God? Op die leeftijd is alleen al de gedachte aan een vrouw, een naakte vrouw, dat maakte me zo... Ik bedoel, ik werd gek. Het was een kwelling. En nog steeds kan het me... Kan jij me... Ja, je nichtje. Ja. Ja. Het gebeurde uiteindelijk aan de andere kant van de stad. Een huis aan een kade langs een donker, smerig riviertje. Een paar trappen op. En dan aan het einde van een lange gang... een klein kamertje met een smal bed tegen de muur... waar ik niet eens in paste. Dit been bungelde boven de grond. Welk tijdstip van de dag? De middag. Tuurlijk. De zon kierde door de vieze luiken, zwarte vliegen. En de vrouw? Eigenlijk heel gewoon. Behalve dan dat ik bijna alles kon zien, want ze had niet veel aan. En lag zij daar op je te wachten? Zo? Ja. En jij? Wat deed jij? Nou, ze trok me op het bed. Ik geloof dat ze mijn schoenen heeft uitgedaan en me uit mijn broek heeft geholpen. Want jij was verlegen. Nogal, ja. Hmm. En onhandig. Ja, op die leeftijd. Met een half naakte vrouw. Maar nam ze je in je hand? Wat deed ze? Ja. Zo? Niet zo. God. Ze was zo praktisch. Het was zo zakelijk. Mijn maagdelijkheid leek een ziekte en zij de zuster die me zou genezen. En natuurlijk, door de spanning had ze me binnen anderhalve minuut verlost. En de afloop voelde ik me vreselijk verdrietig. Verdrietig? Ik geloof dat ik gehuild heb. Stiekem. Maar was het geen opluchting, het gedaan te hebben? Nou, lichamelijk wel, denk ik, maar ik voelde dat mijn relatie met vrouwen voorgoed was verpest. Nooit zou ik meer op dezelfde manier naar ze kunnen kijken. Vanaf dat moment was ik een... Een neuker. Van een jonge man wordt zoiets verwacht. Het is natuurlijk, zegt men. En mijn ouders wisten het, volgens mij, maar zwegen erover. Ik kreeg de indruk dat ze het goed vonden voor mijn gezondheid. Wij zijn allemaal dieren. Vrouwen hebben het net zo nodig als mannen. Er is geen... Psst. Wat was dat? Wat? Ik hoorde iets. Wat? Buiten. Is dat een taxi? Hier in de straat? Kijk eens naar buiten. Oh God. Hij is het. Ik dacht dat al. Maar hij zou pas veel later... Maar waarom is hij... Ja, weet ik veel. Oh, snel. Oh, God, hij vermoordt me. Zal ik me verstoppen? Of? Wat? Nee. Hij ziet je jas in de gang. We doen of we net... Jezus Christus, de kamer is één... Wat moeten we doen? Ja, wat moeten we doen? Kleed je aan, idioot. Ben ik nu de idioot? Godsamme, schiet op, trek je broek aan. Waar is mijn shirt? Daar. Waar? Wat? Hier, op de... Ja, trek je schoenen aan. Wat een zooitje. Doe alles onder het bed. Trek de bank recht. Zie ik er... Ja, prima. Help me even met me... Nee, gewoon omhoog. Ik krijg die... Au! Nee, laat maar. Als het er maar uitziet alsof... Oh, God, ik hoor hem op de trap. We gaan aan tafel zitten. Of we net gegeten hebben. Je bent echt bang voor hem. Wat? Ja. Alsof we net... Liefje. Hallo, Gosje. Ik had je niet zo snel... We waren aan het musiceren samen. Eet je mee? Is er wat? Wat is er? Kijk, ik bedoel, luister. Ik bedoel, het is niet wat je denkt. Het is... Liefje, je denkt toch niet dat we... Je moet echt niet denken dat er ook maar iets... Er is niets. Helemaal niets. Het is niets. Ik zweer je. Echt niets. Laten we gewoon... Oh. Jezus. Liefje. Nee! Alsjeblieft! Thank you.
Thank you.
Thank you.